Mogen we een vraag stellen? Binnen voor de persconferentie. We kunnen wel een stukje meelopen, hoor. Ja, natuurlijk, joh. Hallo, ik ben Lars. Hi, ik ben Imen. En nu zijn we in Den Haag om ministers te interviewen. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen ook een stem hebben. Want het gaat over onze toekomst. Je ziet mensen echt als zoveel kijken. Wat gaan jullie hier doen? Goedemorgen. Al dat gedoe. Heeft u eigenlijk wel zin in de verkiezingen? Ja, zeker. Miljoen. Het lijkt nog zo ver weg. Maar het is heel dichtbij. Ja, op dit moment ben ik er niet mee bezig. Nee. Echt waar? Ik zag jullie net bezig en ik vond jullie vragen heel erg verfrissend. Je moet vooral jongeren zo vroeg mogelijk erbij betrekken. Eigenlijk is het veel beter. Zouden kinderen veel vaker de vraag moeten stellen. Maar gaat D66 ook een initiatief nemen waarin ze de mening van kinderen gaat vragen? Absoluut. Ja, dat moet je ook allemaal maar afwachten hoe dat loopt. Kinderen zijn wel de toekomst. Ze zijn wel de toekomst en die hebben vaak hele goede ideeën. Ik wou dat ik allemaal zo slim was geweest in jullie leeftijd. En jullie gaan even contact met de partij zoeken. Ja, dat is goed. Oké, okay. Dank u wel. Hoi. Laten we elkaar nog even spreken de komende tijd. Ja, is goed. Helemaal leuk. Dank u wel. Hoi. Tot ziens. Ja. Dank u wel. Zet hem op. Bedankt. Dank u wel. En succes, hè. Dank u wel. Dag.